Hoi, het is bijna 8 uur. Nee, het is 8 uur, dus ik ben klokslag 8 weer hier live met een nieuwe woensdagworkshop live. En vandaag ga ik werken met een hele leuke stempelset van Woodware. Ik was op slag verliefd op deze kikker toen ik hem zag. Het zal geen nieuwe techniek worden vanavond, maar het is wel gewoon een hele leuke kaart met deze kikker van Woodware, een kikkerset. En leuk Carla, leuk Jannie dat jullie er zijn. Hoi hoi, gezellig. En ik ga ook nog iets doen met de afwerking met een Imagination Craft setje. Dat is de Natural Textures. Nou, en de zigs natuurlijk. En wat ik vandaag ook mee ga werken is met de stamping tool van Tim Holtz, maar dan wel de travel stamping tool. Die is iets kleiner, die is heel compact. Maar ik laat het jullie zo allemaal zien. Hoi, hoi allemaal. Oh, wat leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Gezellig. Ik heb er zin in. Ik draai jullie snel om naar het werkblad en dan gaan we beginnen. Oké, tot zo. Even kijken, nou zien jullie de lucht. Ja, dat wordt beter. Even wat licht erbij aandoen. Ja. Hoi allemaal, hoi Cordy, hoi Trudy. Leuk dat jullie er zijn. Ik moet ook nog even kijken of ik mijn computer zover krijg dat ik ook mee kan kijken. Dus ik begin nog niet helemaal. Even kijken, volgens mij heb ik hem bijna. Ik ben live. Even kijken of ik mee kan kijken als ik een groot scherm zet. Nee. Dat gaat niet. Nou, zo gaat je wel volgens mij. Nou, helemaal goed. Ik ben er. Oké. Hoe ga ik beginnen? Ik ga beginnen met de stamping tool. Dit is dus de kleine uitvoering. Het is dus de travel platform. Die is aanzienlijk klein. Ik zal ook nog even de normale erbij naast leggen. Dan zien jullie het verschil. Dit is de normale. Die is natuurlijk echt wel heel handig voor op je werktafel. Maar die kleine, die is wel heel erg handig, lijkt mij, voor als je eens een keer naar een workshop gaat of dat je met stempelvriendinnen gaat stempelen een dagje. Dan neem je deze heel makkelijk mee. Hij is ook zeker de helft lichter qua gewicht. Dus en hij werkt op dezelfde manier. De afmeting van het werkoppervlakte is 16,5 bij 16,5. Bij de grootte is die 22 bij 22 centimeter. Dus dat is wel aanzienlijk wat kleiner. Maar ook heb je grotere vellen, je kunt hem er altijd in leggen omdat je de openkanten aan de onderkant en de zijkant wel hebt. Dus verder is het ook weer op dezelfde manier dat je je deksel kunt omklappen. Rubber en clear. Nou, ik ga vanavond met clear stempels werken, dus ik zorg dat ik clear kan lezen. En dat is heel handig. Nou, verder, dit stempelsetje van Woodware. It's a totally. Nou, heb ik er natuurlijk alweer wat opgeplakt. Totally fantastic. Een hele mooie pad of kikker die erin zit. Nog een hele leuke rietstukje en een paar tekstjes. Dus het is echt een heel leuk setje voor een opkikkerkaartje of een lekkere voorjaarskaart. Ik vind het gewoon. Ik hou van kikkers in elk geval. Nou, verder ga ik dat inkleuren met de zigs. Waarom heb ik de zigs gekozen? Omdat de zigs toch wel heel fijn inkleuren. Ze geven veel pigment af. Je hebt er maar heel weinig van nodig om toch een leuke inkleuren snelheid te bemachtigen. En ik hou van snel, dus snel inkleuren doe ik heel graag met de zigs. En wat heb ik nog meer vanavond? Ik ga vanavond werken met het 225 grams schutpapier uit de rode blokken. Het voordeel van die rode blokken is dat ze aan drie kanten open zijn en je gewoon kunt afscheuren aan de bovenkant. Dus daar ga ik mee werken. En nou had ik een blaadje voorgesneden. Ja, dat is deze. Dat is een voorgesneden blaadje. Die leg ik in mijn stamping tool. Ik ga de stamping tool even dwars leggen, want ik denk dat dat het makkelijkste voor jullie te zien is hoe ik ermee werk. Voor degenen die het nog niet kennen.
Er zitten weer standaard 2 magneetjes bij. Wat ik zelf wel fijn vind om ze op een paar magneetjes extra te gebruiken. Nou heb ik een paar uit mijn grote gehaald, dus die zet ik er ook in. Dan pak ik als eerste de stempel van de kikker. Ik kan op de een of andere manier de teksten niet gelijk meelezen. Dus probeer zo meteen wel mee te kijken. Maar ik heb het op de een of andere manier niet helemaal goed staan, het scherm. Even kijken. Moet ik daar nog wat aan gaan doen? Nee. Goed. Ik ga de positie bepalen van de kikker. Nee, ik denk dat die zo wel aardig goed ligt. Het blaadje, of het papier wat ik dus gebruik heb, stempelkarton, is dus van Schut. Hij is 9,5 bij 9,5. En dat heeft hij ook echt nodig, die kikker. Want die kikker is wel 9 centimeter breed. Dus, nou, ik klap het deksel dicht. En de kikker wordt opgelift. En die ga ik met Versamarkt beinken. Want ik ga de stempel met wolpoeder. En dat is dit keer de Primary Evergreen ga ik hem maken. Het voordeel is dan dat je binnen de randjes kunt werken van de embossingpoeder met kleuren. Even goed beinkten. Deksel dichtklappen. Goed aan en stevig aandrukken. Voor de zekerheid beinkt ik dus kikker nog een keer. Dat is het voordeel van de stamping tool natuurlijk. Je kunt 2 keer op exact dezelfde plaats samplen, zelfs 3 keer als je dat zou willen. Dus is je afdruk niet helemaal goed. Dan door middel van nog een keer beinkten is die wel goed. Nou, ik denk dat die nu helemaal perfect is. Ik haal mijn blaadje eruit en ik leg mijn stamping tool even aan de kant. En dan pak ik een onderblaadje, een A4'tje. En ik strooi de Evergreen embossingpoeder eroverheen. Nou, dat zit er mooi op. Lekker dik. Overtollige poeder vang ik weer op. In het potje. En ik ga met de heattool de embossingpoeder zetten. En dat gebeurt door de verwarming van de heattool. Smelt de embossingpoeder. Zo gauw als het gesmolten is, kun je verder. Je ziet eigenlijk vanzelf wel dat het poeder verandert in een glanzende lijn. En dan is het goed. Doe je dit niet, dan veeg je de poeder er zo weer af. Dus hieten met de heattool is gewoon een must met embossingpoeder. Nou, dat ziet er mooi uit. Dan zit er ook nog een heel leuk rietpalmpje in. Die ga ik ook stempelen. Die mag een beetje achter deze kikker vandaan komen. Dus ook daarvoor pak ik weer de stamping tool. Ik haal de kikker eruit. Ik zet het blaadje weer vast. En ik had een masker gemaakt van de stempel van de kikker. En de masker, dat doe je op maskertape. Dat zijn dit soort rolletjes. Daar zit een aantal meters maskertape op. Je hebt ze ook op rol, maar je kunt ze ook als navul gebruiken. Je stempelt, je knipt het uit binnen de lijntjes, zodat ook als je kunt het nu wel zien, de kikker komt binnen de lijntjes te zitten.
Nou, waarom masker ik dit nu? Als ik dit niet zou doen en ik zou de stempel van de riet, zeg maar, opstempelen, dan zou die door de kikker heen komen. Dus dan krijg je ze door elkaar. En ik vind het wel mooi als je het gevoel hebt dat die kikker echt voor die rietpannen en wuiven zit. Dus daarvoor masker je om je stempel die je op de voorgrond wilt hebben zitten, om die ook op de voorgrond te houden. Nou, ik klap het deksel weer dicht. Ik lift het op. En ook deze ga ik met Versamark, de doorzichtige inkt, beinkten. Even goed aandrukken. En voor de zekerheid doe ik het twee keer, omdat je Versamark niet goed ziet zitten op je. Dus je ziet niet exact hoe je stempelafdruk is gegaan. Doe je het nog een keer. Even goed aandrukken. En nou moet het goed zijn. Nou, dan haal je het er weer af. Deze ga ik ook met embossingpoeder iets verhoogd erop brengen. Ik haal vast de masker eraf. En ik doe dit niet met de groene embossingpoeder, maar ik doe dit met bark. Bark is donkerbruin van wol. En ook die strooi ik eroverheen. En nu zie je dat die ook mooi gestempeld is. Overtollige even weer terug in de pot. Voordat je gaat verhitten. Anders blaas je de embossingpoeder alle kanten op. En dat wil je niet. Dan heb je je hele hobbytafel eronder zitten. En dan komt alles eronder. Ja, het is voor kinderen in principe ook heel goed. De kleine stamping tool. Dus net iets handzamer ook. Nou, ook dit ga je weer verhitten natuurlijk om hem te zetten. Ik zie dat ik hier nog iets te veel heb zitten. Zo, even weghalen. Nou, dat zie je snel voor de heat-tool uit wel smelten. En zo is het begin van je kaart al klaar. En nu gaan we inkleuren. Inkleuren met de zig. En ik gebruik hier een aantal groenen voor. Twee groenen. Dat is een groene en een lichte groene. Ik begin met de donkergroene. Ik vind het altijd wel fijn om met de donkergroen te beginnen. En ik begin om iets aan te zetten langs het randje. Echt maar een heel klein stukje. En een heel klein beetje. Dus puur een beetje om de schaduw te krijgen. Wat ik in de buurt hou is een stukje keukenrol. En een waterpenseel. Met die waterpenseel ga ik nu verder. Die waterpenseel is vrij nat. Die veeg ik even af aan de keukenrol. En dan ga ik dat gedeelte groen ga ik uitwaaieren. Wat ik met de zig heb opgezet. Gewoon uitwaaieren. Met de waterpenseel. En dit hoeft niet eens zo heel erg netjes, want er komt nog een laagje overheen. Wat die te nat is, dat kun je eraf halen met de keukenrol. Hiermee kun je hem ook iets lichter maken als je wil. Dus dan breng je iets meer water op. Dan zou dat kunnen. Ook voor de pootjes breng ik iets een rondje aan in het pootje. En de rest werk je gewoon omhoog
naar het andere gedeelte. Nou pak ik weer mijn groene stift. Oh, ik moet niet het lichte, ik moet het donkere hebben. Ga ik verder naar het lijfje. Gewoon langs het randje iets zetten. En dit weer met de waterpen uit gaan werken. Ik werk wel om die rondjes, die bolletjes heen die erin zitten. Die krijgen straks van mij een andere kleur. Ik hoop dat jullie het goed genoeg zien. Mirjam, ik heb de schut 225 gebruik ik dit keer. Dat is eigenlijk tekenpapier, maar dat is wel zo stevig en zo goed dat het ook best nog wel wat water kan hebben. Als je niet vertrouwt, kun je het natuurlijk ook op de schut 300 doen. Die is echt geschikt voor water, omdat het aquarelpapier is. Ook nu weer het pootje. Nou, en zo werk je het lijfje af, zoals je het wil hebben. Ik zal één kant laten zien, de andere kant doe ik niet voor. Ik heb al eentje voorbewerkt, die zal ik dan zo meteen erbij pakken om dan de rest te laten zien. Ik vind altijd dat gekleur. Als je een beetje principe weet, dan snap je echt wel hoe het werkt. Dan hoef ik niet de hele workshop vol met kleuren te doen, want ik denk niet dat de aandacht lang vasthoudt. Goed. Nou, zo ga je beginnen dan. Dan heb ik nog een kleurgroen, dus die lichtere groen. Die ga ik er overheen zetten. Dus eigenlijk ga je nu eerst natuurlijk, als je het thuis doet, ga je eerst die hele kikker, voor zover je dat wil, ga je helemaal groen maken. Ik laat hier in het midden een gedeelte wit. En dan zal ik je zo meteen laten zien waarom. Maar dat gedeelte laat ik wit. Dus ik werk niet alles af, maar ik zul je straks zien hoe dat eruit ziet. Dus dan ga je eigenlijk gewoon de pootjes, de lijfjes, links en rechts, zeg maar het lijfje links en rechts, ga je bewerken. En nu ga ik er met een lichtere groen nog weer overheen. Begin ik eigenlijk op dezelfde manier. Als ik alleen die lichte groen gebruik, dan vind ik dat het te licht wordt. En als ik hem nu combineer met die donkere onderlaag, dan krijgt het een hele mooie menging van de kleur. Deze lichte groen is de light green. Die was eigenlijk momenteel niet op voorraad bij de leverancier. Dus ik weet niet wat er nu nog in de webshop staat. Oh, ik zie. Hebben we nog beeld? Ja, volgens mij wel. Of niet? Ik zie dat ik ergens geen beeld heb in mijn venster. Maar misschien nu wel. Ja, toch wel. Oké, we zijn er nog. Goed. Mijn beeld ging niet mee op mijn Goed, waar waren we? Dit lichtgroen is dus was momenteel bij de leverancier niet op voorraad, maar je komt wel zo snel mogelijk weer binnen. Mocht het nou uitverkocht zijn, het komt dus weer. Dit eet ook gewoon light green. Ik ga je dus op dezelfde manier mee aanzetten als ik die donkere groen heb gedaan. Donkergroen is gewoon groen. Dat dep ik even af. Voor als het te donker wordt. Dit is gewoon echt een beetje, ja, ik noem het altijd klooien met kleuren. Gewoon aanzetten, kijken wat er gebeurt. Net zolang totdat je het mooi vindt. Niet te veel natuurlijk. Je kunt beter steeds een dun laagje over elkaar heen zetten. Als dat je in één keer een hele dikke laag opbrengt. Of
Vandaar ook dat we eigenlijk altijd alleen maar aan de kant waar je wat donkerte wil hebben, dat je hem daar opbrengt en hem dan uitwaait naar het lichtere gedeelte toe. Die stop ik niet. Nou, dat is de groenkant. Dat doe je natuurlijk ook weer aan de andere kant met de groenkant. Dan laat ik je even zien hoe ik de bamboe ga doen. Dat gebruik ik een geel voor. Gewoon yellow of een lichter geel mag ook. En een middelbruin. Ik breng eerst een beetje geel aan in die stengels. En ook die werk ik weer met een schoongemaakte kwast iets uit, die iets lichter wordt. En dan breng ik aan de andere kant de middelbruin aan. Ook weer een heel klein beetje. En ook dat ga je weer uitwaaieren met het water uit je waterpenseel. Dat mag best nog iets donkerder, dus dan breng je nog iets aan. Zo breng je dat in laagjes op. Nou, diezelfde bamboescheuten hebben ook nog een staande. Die mag nog iets lichter bruin, dat is gewoon bruin. Die breng ik gewoon, maak ik gewoon helemaal met één kleur in één donkerte. Dus ik ga daar niet verwaaien weer met water of iets. Kan wel, maar doe het niet. Nou, en dan hebben we natuurlijk nog blaadjes. En daarvoor gebruik ik de olijfgroene. En die gaan we wel weer wat meer laten vervagen. Dus dan heb je echt een schaduwkant en een lichte kant. Ook weer met water. Zo. Daar zit ook nog iets achter de kikker vandaan. Zo. En die. Nou. Die kikker heb ik natuurlijk voorbewerkt. Zoals ik je net al zei. Want anders zitten jullie heel lang te wachten. Tot op het witte stukje wat ik wit heb gelaten na. Kijk. Nou, ze zijn bijna identiek. Alleen hier heb ik hem al helemaal groen, behalve het middenstukje. En dat middenstukje gaan we wat lichter maken. Dat is gewoon, dan heb je, haal je je centrum en dan lijkt het alsof die kikker in de zon ergens zit. Het is mooier als dat je zeg maar het hele geheel donker maakt. Dat doe ik ook weer met de gele die ik ook heb gebruikt voor die rietpluimen. Ik begin om ook weer hier iets aan te zetten. En daar aan de bovenkant iets aan te zetten. En ook dat laat je vervloeien in het groen van het lijfje, maar ook naar boven toe. En dan kun je zelfs nog iets of wat roze gebruiken, light pink, voor in de buurt van zijn snoetje. Ook dat moet je natuurlijk weer uitwaaieren.
Dan spreekt hij net even iets meer. Nou. Dat is hem. Ook die plekken maak ik licht met geel. En dat kun je ook doen door een klein beetje aan te zetten en hem wat lichter te maken. We kunnen hem ook helemaal geel maken. Dat is een beetje afhankelijk van wat je zelf mooi vindt. Sommige kun je natuurlijk iets donkerder maken en de andere iets lichter. Dus op het moment dat je met een waterpenseel eroverheen gaat, wordt het sowieso wat lichter. Gebruik je je waterpenseel niet, dan blijft hij wat donkerder. Ja. De ogen laat ik gewoon zo, doe ik niks aan. Ik vind dat het meest sprekende, als je daar ook nog weer wat kleur in gaat zetten, dan wordt het eigenlijk wat doffer. En door die ogen wat lichter te laten, spreekt die kikker gewoon meer. Dus die laat ik zo. Nou, dan zitten er ook nog een paar hele leuke teksten bij in diezelfde set. Have a totally awesome birthday of today is a good day. Of I have a told you lately. Or have I told you lately that I love you? Nou, ik ga het maar even voor de verjaardag. Dus die tekst gaan we erop zetten. Ik pak daarvoor natuurlijk weer de stamping tool. Ook die zet ik hem even weer vast. En nu ga ik eerst kijken of ik de tekst daar een beetje recht in kan plaatsen. Nou, dat zal zo wel lukken. Ga ik daaromheen de magneetjes zetten. Ik doe er bewust wat veel omheen, omdat clearstempels plakken nog wel eens een beetje aan je papier. En hoe meer magneetjes, hoe minder die kans heeft dat die omhoog meegelift wordt. Dan heb ik daar natuurlijk ook nog weer inkt voor nodig. En ik vind dat dat best met zwart mag. Ik gebruik daar VersaFine Onyx Black voor. VersaFine Onyx Black heeft als voordeel dat hij echt mooi goed zwart afdrukt. Ik zie dat er geen uitzending is en toch ben ik hier wel live. Waarom? Uh-oh. Nou, ik ga door. Ik hoop dat het goed gaat. Hebben jullie mij nog wel? Ik zie dat ik zelf geen beeld meer heb, maar ik hoop dat jullie mij nog wel hebben. Dan kijk ik even op mijn telefoon. Laat even weten of jullie... Ja, ik zie dat het doorgaat. Dus oké. Okay. Ik zie dat er weer... ik heb weer beeld in elk geval. Dus ik neem aan dat ik niet te lang weg ben geweest. Goed. Dit is ook eigenlijk altijd met VersaFine in één keer goed qua stempelen. Dus... Magneetjes moet je altijd oppassen dat je ze niet te dicht bij elkaar legt. Want dan vliegen ze naar elkaar toe. Dat zagen jullie wel. Nou... Nou ben ik nog niet klaar, want ik vind dit eigenlijk wel heel leuk, maar het is natuurlijk heel simpel zo. En ik vind het ook wel leuk om er nog iets aan vlekjes of iets dergelijks, maar iets dat wat breekt, erachter te doen. En daarvoor heb ik mijn masker weer nodig. Die ga ik nu weer op de kikker leggen. En ik wil een paar spettertjes erop aanbrengen en... Hoe kan ik dat mooi doen? Door wat groen en wat bruin
Dan gebruik ik gewoon de zicht voor. Dat doe ik ook op mijn craftsheet. Klein beetje. Sprayflesje met water. Spray even een beetje water in de buurt. Hoeft er niet per se op. Ik heb ook de bruine, die doe ik ook op de craftsheet. Nou pak ik eerst de groene op en maak ik even met wat extra water wat vochtiger. Nou, doe ik gewoon met een penseeltje en ik tik de inkt die iets verdund is met water van mijn penseeltje af op de kaart. Heel simpel. Gewoon zo. Dan kun je dit snel laten drogen door even de heat er overheen te doen. Dit penseeltje maak je even een beetje schoon met de keukenrol. En nu pak ik de donkere, dus de bruin tint. Ook daar doe ik nog een beetje water bij. En ook daar spetter ik een beetje mee. Ook dat gaan we weer drogen. Even een klein beetje aandrogen. Daarna leg ik hem even weg, want dan moeten we nog de achtergrond maken. Ik haal de masker er weer af. Nou, dan kun je zien dat die spetters alleen achter en voor de kikkers zijn uitgekomen. Die kaart ga ik zo meteen matten, als die droog is, op een stukje blauw. Die heb ik al op maat gemaakt. En daarna leg ik hem op mijn kaart. Maar die kaart vind ik wat wit daarachter. Ik vind het leuker als die iets meer bewerkt is. Wat gebruik ik daarvoor? Daar gebruik ik de Distress Ink Tumbled Glass voor. En de stempelset van Imagination Crafts, de Nature Textures 2. En daar zit een hele leuke stempel in met rondjes. En die ga ik langs de kaart stempelen, zodat ze straks achter de kaart wegkomen. Gewoon beinkten. En een aantal keren. Langs de rand stempelen. En dit mag best een beetje over elkaar heen. Is helemaal niet erg. Omdat die rondjes toch al over elkaar heen gaan. Ik zie daar eigenlijk niks van. Dit is ook gewoon een beetje lichtblauw. Ik vind het wel lekker voorjaarsachtig. Dat lichtblauw en dat groen bij elkaar. Komt niet te precies. Ik ga nu even hier verder. Ik zie hoe ik uitkom. Ik zet hem zo tegen elkaar. Dat je een hele mooie randhel hebt. Midden hoeft niet, want daar komt die kaart toch overheen. Zoals je ziet. Nou, dit gaan we dus op elkaar plakken en lijmen. En dat ga je doen met Aureli Tacky Glue, bij wijze van spreken. Daarmee kun je nog wat schuiven. Ik zie dat ik hem nog even moet drogen. Hieronder is mijn spattertje nog niet helemaal droog. Dus voordat het gaat vlekken. Even drogen. Zo.
Wat je ook nog zou kunnen doen is eventueel dat randje nog een klein beetje blauw aanzetten van de kaart. Dat kun je gewoon doen door je inktkussen er langs te halen. En zo. Even andersom. Zet het spelletje op. Nou. Wat ik dan doe is hem even op een stukje keukenrol leggen. Ik ben altijd bang dat mijn craftsheet toch ergens vies is geworden. Waardoor die afgeeft. Als ik dat dan weer op mijn kaart krijg. Dan kun je weer overnieuw beginnen. Dat is een beetje jammer. Nou. Gewoon. Heel eenvoudig. Aandrukken. Dat doe ik meestal met een stukje keukenrol ertussen. Zodat je, mochten je vingers vies zijn, niet afgeeft. En ook de blauwe kaart. Daar gaan we een beetje lijm op zetten. We kunnen het natuurlijk ook met dubbelzijdig tape doen. Dat is allemaal niet zo spannend. Het een of het ander. Jullie hebben vast daar allemaal je eigen methode wel voor. Nou, kijk. Vraag me af of jullie al veel gedaan hebben met jullie aankopen van het event. Het was eigenlijk te warm vorige week om veel te stempelen. Maar dit is wel weer een goede week ervoor om wat te doen. Nou, dit is hem geworden. Have a totally awesome birthday. Ik hoop dat jullie het weer leuk hebben gehad. Ik zie een vraag voorbij komen van wat voor papier ik heb gebruikt. Dat is, nogmaals, even voor degenen die wat later hebben ingeschakeld. Schut 225 Artist Drawing Paper. Dit heb ik gebruikt omdat het ook best wel redelijk veel water aan kan. Maar je zou ook Schut 300 te Schelling kunnen gebruiken. Dat is aquarelpapier. Ik zag trouwens in de groep vandaag of gisteren een vraag van hoe ga je dat Schut in vredesnaam loskrijgen. Dat kan ik wel even laten zien. Kijk, want die 225 is natuurlijk wel gewoon aan drie kanten geopend. En dat kun je ook heel makkelijk afscheuren. Daar zit gewoon echt een rand aan die afgescheurd kan worden. Die aquarelblokken. Die hebben een ander systeem. Moet ik even kijken of alles bij de hand heb. Ja. En Aletta had het al wel goed voorgedaan in de groep. Maar die zijn in principe helemaal gesloten. Dus zijn aquarelblokken. En aquarelblokken gaan ze ervan uit dat je eerst je aquarel maakt. En dat je later het papier eraf haalt. Alleen wij kaartenmakers zijn natuurlijk weer eigenwijs. En we willen het anders. Aletta gebruikt daarvoor een creditkaartje. Dat kan. Ik moet alleen even kijken of ik een creditkaartje bij de hand heb. Schut 300 is namelijk hier dicht, maar het zit hier. En je ziet het wel, hier is het verlijmd, zeg maar. En daartussen zit een stukje wat niet verlijmd is. En daar kun je je papier mee openen. Aletta zet er dan een creditkaartje tussen, een oud creditkaartje. Dat kan. Dan pak je gewoon een velletje en dan druk je die tussen je papier en door. Ik gebruik toch wel een Stanley mesje. En ook die zet je natuurlijk tussen het papier. En ik hou hem heel, heel glad, plat. En ik snij er zo langsheen. Zie ik nu ook. En op die manier snij je dan je papier los. Open, los.
hoop dat het zichtbaar is zoals ik het doe. Dan draai ik mijn blok eigenlijk en zo dat ik verder. Nou, en dan ben je op een gegeven moment mee rot geweest. En dan is je vel los. En dan kun je hem op maat snijden wat je wil. Dat is eigenlijk gewoon een hele makkelijke manier. Maar net wat ik zeg, ik doe het met een Stanley mesje. Aletta doet het met een creditkaartje. Het kan allebei. Een Stanley mesje is wat scherper. Dus als je daarmee scheef gaat, kun je je papier beschadigen. Maar het is wel zo dik papier dat je eigenlijk niet heel snel daarmee uitschiet. Maar goed. Dus een beetje op je eigen manier kun je dat doen. Nou, heb ik je dat ook nog uitgelegd? Het is op zich altijd het fijnste als iemand dat even voor je voordoet. Nou, bij deze. Dat was hem voor vanavond. Ik ga even weer omdraaien, zodat ik jullie afscheid kan nemen. Wel even het licht dan weer uitdoen. Zo. En de camera andersom. Even kijken of dat nog wil. Oké, daar ben ik. Nou, goed. Leuk dat jullie er waren. Fijn dat jullie allemaal weer terug waren. Nou ja, Aletta en Bianca hebben natuurlijk ook hartstikke goed overgenomen de laatste weken voor het event en afgelopen week na het event. Dus daar was ik super blij mee. En tot volgende week. Dan ga ik. Ik heb iets leuks in gedachten. Ik weet niet zeker of me dat gaat lukken, maar ik hoop het wel, maar dan hou ik jullie van op de hoogte deze week. Hele fijne Koningsdag allemaal. En tot volgende week. Doei doei.